Net als elke week, of elke twee weken eigenlijk, dat we één van de Battle Pass skins kunnen upgraden naar Shadow of Ghost, is dat ook nu weer het geval na het behalen van alle challenges. En net als bij alle vorige skins, ga ik ook deze keer kiezen voor de Ghost skin, want die is mooi, groen met bruin. Doet me een beetje denken aan de oude Zelda games, hoe Link er dan ook uitziet met groen met bruin. En daar is weer een aparte quest bij te vinden, namelijk Find Ghost Ollie at Frenzy Farm. Dat is de plek waar we dus naartoe gaan. Frenzy Farm. Ghost Ollie is dus de glider van Sky. Hè? Dat is Ollie. Laten we even het potje starten om naar Frenzy Farm te gaan. Misschien kunnen we in de tussentijd even kijken bij de gliders. Ja, dit beest is dat. Ollie. Zie je hier staan. Ollie. We gaan dus op zoek naar dit beest in Frenzy Farm. En dan gaan we hem denk ik oppakken of er tegenaan lopen. Of ja, ik weet niet wat de bedoeling is. Om dus de skin te unlocken. De ghost versie van Sky gaan we unlocken door Ollie te vinden in Frenzy Farm. Dat is de bedoeling. We zien dat Frenzy Farm ook op de route is van mijn eigen team. Wat gaan we doen? Ik ga gewoon ergens hier in het midden van Frenzy Farm landen. Dan gaan we op zoek naar de ghost Ollie. En als we die hebben gevonden, hebben we dus de skin vrijgespeeld. De Ghost Sky. Na het behalen van alle challenges. Dus belangrijk om te weten. Je moet wel eerst je Sky challenges doen. Voordat je deze challenge kunt doen. Maar jullie zijn allemaal echt goede gamers. Echte strijders. Die dat natuurlijk allang gedaan hebben. Geen enkel probleem. Inmiddels de Deadpool bus ook gearriveerd. En jullie zagen al mijn Deadpool skin. Ook de Deadpool boot is er, hebben we gezien in de video van de week. Frenzy Farm, daar gaan we naartoe. Laten we voor de zekerheid eerst even ergens een wapentje meepakken. Want je weet nooit of er vijanden zijn, altijd belangrijk. Ja, dan gaan we gewoon kijken hier waar de Ghost Ollie te vinden is. En wat we daarmee moeten doen. Oppakken, aantikken, ja, we weten het niet. Gewoon ergens hier naartoe lopen. Ik zie hier een blauwe shotgun. Laten we die meenemen in het geval we vijanden tegenkomen. Want ja, mensen die in de weg lopen, die moet je gewoon overhoop knallen. Niet in het echt natuurlijk, hè. Geen gekke dingen doen. Mensen in het echt, wat ik daar vaak doe, is gewoon 2 meter lang zijn. En dan lopen ze ook opzij. Kijk, oh, hij verschijnt hier al. Nou, laten we hem oppakken. We gaan hem niet oppakken. Hij gaat loesoe. We gaan hem hier oppakken. Stap 2. We rijden er even naartoe. Stap 2, we gaan hem oppakken. Dat moet geen enkel probleem opleveren. Stap 2 levert ook een probleem op. Hij gaat weer loesoe. Dan gaan we hem hier oppakken. Stap 3. Ja, jongen. Stap 4. Hij is in de grond gegaan. Catch Ollie. Ha! Kijk, Find Ghost Ollie at Frenzy Farm. Bij deze behaald een nieuwe stijl vrijgespeeld. En dat betekent dat we deze video weer kunnen afronden. Dus ik zou zeggen, bedankt weer voor het kijken naar deze video. Succes met jullie eigen challenges. Je moet dus eerst je eigen challenges halen voordat je de Ghost Ollie kunt vinden. En daarmee kun je dus de skin weer unlocken. Dus nogmaals, succes met jullie eigen challenges. En ik zie jullie graag weer de volgende keer.